Afgelopen maandag had ik gras gemaaid om in te kuilen en ik had ook een stukje gemaaid om te hooien. Er zit niet heel veel op, het is ook geen groot stukje. Ik heb het meerdere keren geschud en geharkt. En het resultaat is 4 zwilletjes en prachtig mooi hooi om kleine baaltjes van te maken. Voor de derde dag 30 graden. De koeien die komen rond het middaguur al naar binnen. Dat kan, dat mag, dat is een stuk koeler. En dan beginnen we hier met het balenpersen. Dit gebeurt door loonbedrijf van Dorp. Dat is dezelfde loonwerker die mijn sloten ook schoonmaakt met zo'n vrees. Dan spuit de blubber zo de sloot uit. Die heeft machines die zijn net iets anders dan de meeste loonwerkers hebben. En dat geldt ook voor deze balenpers. Want deze balenperser is eigenlijk een balenwerper. Je ziet dat de balen zo door de lucht aankomen vliegen. En dat is handig. Dat scheelt met die warmte van 30 graden al een heleboel zweetdruppels. En bovendien met één man op de wagen kun je het laden makkelijk aan. Mooi vrachtje balen, niet te veel, dat wilde ik ook niet. Het zijn er 67 geworden. Nou, in de schuur afladen. En een paar uur later zie ik ergens anders dat ze aan balenpersen zijn. En hier zie je dat er zo'n slede achter de balenpersen zit. En daar pakken ze de balen aan. Dan heb je 2 man nodig op de wagen om die te laden. Ja, zo zijn er allemaal verschillen. Kijk, dat is een korte wagen, maar die is flink hoog geladen. Nou, nog één keertje dan. Dat een baal door de lucht komt aanvliegen. Blijft een mooi gezicht.